Ja, jongens, het is weer tijd voor een nieuw format op Gamersnet. Of ja, we willen eigenlijk een nieuw format proberen te piloten, zoals dat dan heet. Dus dit is een beetje de testaflevering. En hoe we het graag willen noemen is Goeie Frag. Het gaat namelijk over vragen. En dat is dan grappig, want weet je wel, fragging is in games iets. En een frag is heel slecht vraag in het Engels uitgesproken. Dus we dachten, hé, dat komt samen in een soort van format waarin wij of jullie onszelf vragen stellen over bepaalde games, bepaalde aanvaringen, noem het een leuke anekdote. Verzin iets leuks om aan onze crew te vragen en dan gaan wij dat beantwoorden. Maar ja, gezien dit de pilot is, is het natuurlijk wel zo makkelijk om meteen af te trappen met een vraag die we onszelf dan stellen. En dat is dus deze week of deze maand, we weten niet hoe vaak dit gaat verschijnen. Maar het is in ieder geval deze keer de vraag, wat is jouw meest teleurstellende game ooit? Mijn meest teleurstellende game ooit. Ik wist niet wat me overkwam toen ik het eerste deel speelde. Echt jongen, ik dacht dit soort games, dat is alleen maar voor nerds. Je kan pauzeren, het is niet turn-based, maar je kan pauzeren, je kan uitzoomen van boven. Een hele diepe RPG, we praten natuurlijk over Dragon Age. Dragon Age Origins, de eerste Dragon Age was echt een van mijn favoriete games ever. En dus was het niet zo gek dat ik echt ongelooflijk hyped was voor deel 2. Weet je wel, de Darkspawn kwamen weer terug, de aarde zou weer overvallen worden. En toen kwam Dragon Age 2. Wat een ongelooflijke shallow kut game was dat. Maar niet gewoon dat ik... Ik was kwaad, weet je wel. Want soms heb je zoiets van, het is een slechte game, een serie of whatever. Weet je, dat gebeurt wel eens. Maar dit was echt, men viel mij persoonlijk aan. BioWare viel mij aan. Want ik had zoveel liefde in Dragon Age Origins gestopt. Zoveel uren ook. En toen kwamen ze met Dragon Age 2. En ik was echt gewoon pis dat de vrienden om mij heen zeiden, oh ja, Peter, Dragon Age, dan moet ik Dragon Age 2 ook spelen. What the fuck? Wat is dit voor game? Wat heb je ons verkocht? Daar kan ik niks aan doen. Dat was BioWare. Dat vond ik echt vreselijk. Dragon Age 2. De hele manier van combat niet meer. Weet je, je kon niet meer plannen. Het ging veel te reactief. De nieuwe graphics waren echt belachelijk. Het speelde zich af in slechts één stad. Dragon Age nam je mee over de hele wereld. Dit was één stad waar ongeveer alles zich. Ja, en in grotten. Nou, die waren echt het leukste van deel 1. De grotten, zeg maar, waar je geen zonlicht ziet. Echt prima. Daar gaan we heel veel gameplay omheen maken. Echt leuk. Goed idee. Wie dat bedacht heeft en wat hij toen op had die dag. Echt jongen, nekschot. Grootste teleurstelling ooit. Ja, die vind ik wel echt heel erg moeilijk. Zou ik eigenlijk lang over na moeten denken, maar ik pak hem van vorig jaar. Ja, deel 4 was echt fantastisch. Deel 4 kwam in 2008 uit voor de PlayStation 3. Die heb ik in 2 weken uitgespeeld. 22 uur lang. Die game was zo emotioneel, die muziek was fantastisch. De actie was vet, de stealth was vet. Ze hadden nieuwe features ingebracht. Die game was zo ongelooflijk sterk. Het verhaal was vaag, maar Wikipedia en al het internet helpt. Ja, we hebben het over Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Deel 4, Guns of the Patriots. Kapot gespeeld. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, die demo zeg maar. Die vond ik ook vet. Ik denk, ja, hyped, hyped, hyped. En toen kwam The Phantom Pain, ik kocht hem gelijk. Het begin was echt al te vaag. Hideo Kojima is echt doorgeslagen. Het was te vaag. Zijn hersenspinsels raakten echt te ver door. En de open wereld was te groot. Ik kwam erin, je kon overal heen. De missies waren voor mij te lastig. Posts kon je niet voorbij door te sluipen. De bewakers zagen je bijna altijd. De missies waren te groot. Je had soms te weinig tijd om te onderzoeken hoe je een missie kon aanpakken. Dat snap ik, er zit tijdsdruk achter. Maar het was voor mij net allemaal te veel. Het was net... Te veel Metal Gear Solid, het was gewoon te groot. Plus nog Mother Base, die heb ik niet eens aangeraakt. Het is voor mij echt de dooddoener van 2015 geweest. En echt wel een hele grote dooddoener in mijn gamecollectie. En dat, ja, dat vind ik wel echt zonde. Ik heb de game een paar uurtjes gespeeld, maar ik, nou ja, ligt te verstoffen. Ik doe er niks meer mee. Het is echt, echt heel erg zonde. Dus dat. Mijn meest teleurstellende game ooit is... Sommige mensen zullen dit van mij weten, dat ik ben een enorm Adventure Time fan. In ieder geval van de eerste paar seizoenen. Later werd het een beetje meh, meh, meh toen de schrijver wegging. Ander verhaal. Het punt is,
Adventure Time was echt een hele lange tijd in mijn leven, was dat echt mijn leven. Gewoon die serie, die cartoon, het is zo ontzettend goed doordacht en het gaat zo trippy alle kanten op. En er zitten wijze levenslessen in, dus ik was helemaal wauws van Adventure Time. What? Op een gegeven moment kwamen ze met de aankondiging, we gaan een Adventure Time game maken. Nou, mijn hart sloeg tig passen over, want hey, een Adventure Time game, dat zou zo awesome kunnen zijn. Een grote free roaming area door het Land of Oo, waarin je dan met Finn the Human en Jake the Dog zou kunnen rondtoeren en quests zou op kunnen lossen. Het leek me echt fantastisch, met de randomheid en de trippiness, alles wat in die serie zat. Wat krijgen we uiteindelijk? Adventure Time, explore the dungeon because I don't know. Op zich, de titel was vrij aardig en het principe van hey, een Adventure Time game, dat leek me fantastisch. Maar die game was uiteindelijk een soort van top-down dungeon crawler met echt nul inspiratie. Er was geen Adventure Time gevoel erin, er was geen gevoel voor stijl. Het was eigenlijk alleen maar, het was alleen maar rondlopen in een area die niet leuk was om rond in te lopen. Je liep gewoon van dungeon naar dungeon, ze zagen er allemaal hetzelfde uit. Alle vijanden waren hetzelfde, er was geen vorm van progressieboeken. Je miste compleet, je wil trippiness, je wil een vet verhaal, maar nee, je krijgt gewoon keer op keer dezelfde dungeon met dezelfde buttwapens en met enorm slechte, trage controls. En ik heb de game in de review ook echt, ik geloof, een dikke 4 gegeven, want het was gewoon een dolk domme hart. Je pakt Adventure Time, een van de meest awesome cartoons aller tijden, en wat doe je er vervolgens mee? Je maakt het een of ander saai, uitgemolken spel wat een stagiair had kunnen maken bij een of andere Flash-gebaseerde ontwikkelaar of zo. Het had zoveel potentie en gewoon tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen goede Adventure Time game verschenen. En dat doet gewoon pijn dat de eerste slecht was, degene die daarop volgde waren niet heel veel beter. En Explore the Dungeon was echt gewoon de blaam op mijn enthousiasme voor games. En dat was dan de eerste aflevering van Goeie Frag. Mocht je trouwens een beter idee hebben voor deze werktitel, dan drop hem ook even hieronder in de reacties, want we hebben nog niet echt een goede titel. Tenzij je Goeie Frag een goede titel vindt, want dan is dat hem natuurlijk. Maar dat was het in ieder geval voor deze keer. Dat was wat Peter, Daniel en ik vonden van onze eigen vraag. En nu is het natuurlijk aan jullie om ons te vertellen van hey, is dit iets om vaker te doen? En zo ja, lever ons dan leuke vragen aan waar de redactie op in kan springen. En dat kan natuurlijk ook met Lennart zijn, of met een Leon, of met een Valentijn. Zolang onze redacteuren maar een keer even langs kunnen komen op GNHQ voor dit groene doek, dan zou het allemaal kunnen. Dus stel leuke vragen aan ons en laat ons even weten of de titel goed is en wat we hiervan vonden. En dan hoop ik graag tot snel in een nieuwe aflevering van Goeie Frag. Of hoe we het dan ook gaan noemen. Tot snel. Ja, ik vond het zelf heel mooi dat ik dat zo zei. Ja. En toen kwam Dragon Age 2. Ik heb het idee dat hier een knipje komt met een filmpje. Waarschijnlijk. Dat denk ik. Q and Awesome. Q and Awesome is een slechte naam. Dat was mijn eerste guess. Q and Awesome zou ook nog kunnen. Maar kies maar gewoon voor Goeie Frag. Hij is te leuk. Ja, nee, was gewoon slecht. En weer vrolijk.